koe? Wat is de koe? Oh nee, de varken. Wat doet het varken? Oh, hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag en het regent mega hard. Echt niet normaal zo hard. En ik ga nu naar kantoor. En dan hoop ik dat Kees Sutherland met mij wil lunchen. Because I'm hungry. Dus ga ik even wat eten en voor de rest lekker de hele dag op kantoor werken. Dit heb ik net binnengekregen. Het allerleukste pakket ooit voor Olivia van River Island. Dit broekje. Pyjama setje met dit ding. Deze superleuke top. En deze. Ik ga Olivia haar kledingkast denk ik even helemaal opnieuw inrichten. Kay had mij een hele leuke tip gegeven. Ik ben trouwens zelf ook niet aan het opstaan. Ja, namelijk, we hadden nog geen broodrooster voor kantoor en geen waterkoker. En ook geen koffieapparaat. Maar Kay had bij de Lidl dit gezien. Heeft ze zelf ook. En in superleuke mintkleurtjes hebben we het online besteld. Dit is de broodrooster. Het was 17, was het? Het is echt allemaal rond de onder de 20 euro. Iets van rond de 20 of zo. Dus dit is de broodrooster en dan is hier de waterkoker. De waterkoker. En die is lichtroze. Die is ook zo leuk dat die zo vintage-achtig waterkokermodel is. En ik maak altijd alles goed. Ik ook. Dat doe ik ook. Alles is mijn tientje. Dat valt altijd mee. Ja, voor Romy is het beter, maar ik zeg dan altijd in de vlog, ja, dit shirt heb ik gekocht, hij was echt 10 euro. En dan gaan mensen klikken en dan zeggen ze, ja, je zei 10 euro, maar hij is 30 euro. Maar ik heb ook altijd bij de Primark geweest en dan zeg alles 2 euro. Wat heb je leuk aan? Zeg, ja, dat was echt 4 euro voor de Primark. En dat was helemaal niet zo. Zo goedkoop de Primark ook weer niet op. Nou, oké, meestal wel. Ik wil ook zo'n lichtbord hebben, die ik bij Yara zag net liggen. Want bij haar zit er Work Hard Play Harder op, maar ik wil... Ik denk dat ik Paradise erop wil. Paradise? Want je kantoor is echt een paradise. Is toch leuk, maar het is toch een leuk woord? Heb je dit gefilmd? Dit moet nog weg. Dit staat er al anderhalve week. Dit is over een jaar. Dat is niet waar, oké. Nou kijk, dit is het. En nu ga ik weer chillen. Dit is ook jouw deken gewoon geworden. Let's go back. Laten we terug naar het bureau gaan. Maar ik had dus op zich wel wat te doen. Jij waarschijnlijk ook. Ja. Oh jongens, ik ben op kantoor en het regent zo hard buiten. Ik heb vandaag best wel weinig gedaan. Ik heb heel veel met Kay gekletst eigenlijk, omdat we heel erg onproductief waren door het weer. Maar ja, werk gaat door. Het is over 5:30 ook en ik moet nog boodschappen doen. En dan daarna, Sander had als het goed is Olivia. En daarna ga ik naar huis. Dan ga ik heel de avond lekker zo liggen. Niks doen. Wat is dat voor een pakket? Oké, ik ben klaar met werken. En we hebben echt te maken met de allergrootste stortbui ooit. Maar goed, wacht, dit kan niet kloppen. Het moet wel gaan, want ik wil naar Olivia en Sander. Bibi is bij haar moeder volgens mij. Oh my god, dit weer is echt hels. Oké, ik ga het doen. Het loopt dus nu door de regen. Of wordt zij dat? Maar goed. En ja, ik heb nog steeds een vlek op mijn lens en die moet echt eraf. Maar goed, ik dacht, ik ga maar even vloggen aangezien ik nu al 10 minuten voor me uitsta en zielig over straat loop. Onderweg naar de Albert Heijn. En huis. Ik ga lekker heel veel snoep kopen voor vanavond op de bank. Ja. Ik heb net trouwens echt een zieke foundation besteld, denk ik. Die ik bij Nikki Tutorials gezien had. Heb ik dat vandaag al verteld? I don't know. Die heb ik in ieder geval besteld. Dus die is er hopelijk volgende week. Oh, oké. Ik ben thuis en we hebben net gegeten. Ik heb Olivia naar bed gebracht en we gaan nu naar boven. En we gaan lekker series kijken. En snoep eten. Koekjes en thee drinken. Ik wacht even op Sander. Sander komt er volgens mij aan met thee. Hoi lieverd. Hoi. Hoi.
Olly slaapt al. Echt? Ja. Oh my god. Ze wilde zelf naar bed. Ja. Ze zei mama, mama. En toen wees ze naar bed. En toen heb ik haar neergelegd. Toen was het bye-bye. Toen was het bye-bye. Ja, was het. Hoe was je dag? Ja, is oké. Ik heb ramen gegeten met Ron Simpson. Dat klinkt goed, hè? Ramen gegeten met Ron Simpson. En dat was leuk. En ik ga in Amsterdam DJ morgen. Dus is ja. Always weird. En ik ga mee. Dus ja. Ik ga naar boven. En voor vandaag de vlog afsluiten. Lekker naar bed. En dan zie ik jullie morgenochtend weer. Morgenochtend komt Mason spelen met Mo. En met Olivia. Mooi kapsel trouwens zo met dit licht. Ik lijk echt net een heks. Oké, doei. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend. En Olivia en ik zijn net wakker. We zijn beneden. Sander is ook wakker. En we gaan lekker onze dag beginnen. Ontbijten en koffie drinken. En ik weet niet, maar elke dag heb ik meer puisten en wallen. Kijk dan, ik heb nooit wallen. Waardoor komt dit? Ik hoop dat iemand mij... Ik ben ook zo moe. Ik heb echt ook slapen helemaal niet heel slecht of zo. Ik ga op tijd naar bed en... Ik vraag me, komt het door de beersverandering of zo? Waar krijg je daar dan ook wallen van en puisten? Want ik eet natuurlijk heel veel snoep en frieten en zo, maar... Dat is niet zo dat ik dat ineens doe, dat doe ik altijd. Dus, I don't know. Mm. Oh, en Monica en Mason komen nu ook buiten. Dus dat is gezellig. Oké, ik heb mezelf even gefascineerd. Het is ietsjes later nu en Monica en... Mason die zijn net weg. Monica heeft gevlogd, dus moet je nu even haar kijken op zaterdag. Want ze hebben echt zo super schattig samen gespeeld. Het was echt niet normaal. Dit shirt is trouwens van Patricia Pepe. Dit is die vintage atelier. En natuurlijk een vintage Levi broek heb ik aan. Waar is de koffie gebleven? Ik probeerde een latte macchiato te maken. En zometeen komt Monica ons ophalen, Sander en mij. Olivia blijft thuis op de oppas, want Sander moet draaien op Valtivest. En Mo en ik gaan even gezellig mee, dus we gaan even lekker sushi eten en dan naar Valtivest. Koffie! Koffie! Olivia heeft ook haar eigen koffieapparaat, kijk. Oh, mama's batterij is op van de vlogcamera. Oh, en Monica heeft haar vlogcamera hier laten liggen, zie ik. Is van tante Momo. Nee. Ja, dit is van tante Momo. Heeft ze die laten liggen? Nou goed, die kan ze zo in ieder geval weer meenemen. Ja. Dit ziet. Lekkere beentjes. Wat zullen we doen, Olivia? Koffie. Koffie. Koffie, hè? Is dat jouw koffieapparaat? Nee. Ja? Moeten we er niet wat koffie in doen ook dan? Nee? Oké, dan gaat mama koffie drinken. Wij zijn aan het eten bij een Japans restaurant met mama en Sam. Hoi. En het is zo lekker. We hebben allemaal echt zo'n intense honger. Ik ga trouwens denk ik ook cola bestellen. Wat moet ik, hoe moet je het eten? Moet je het daarin dopen. Zeg maar, je pakt er gewoon één. Maar ook met deze zooi? Ja, die gooit er allemaal gewoon lekker zo. Ja, ik doe dat dan niet, maar dat is denk ik wel de bedoeling. En dan... Oh, mijn batterij zit op mijn camera. Oh. Sushi. Wij zijn ja, naar Valtivest gereden. En... Is dit Valtivest? Ja. Is dat hier? En Sander gaat draaien en wij gaan even gezellig mee. Een uurtje. Super lief. Mo die heeft ons even thuis gebracht. En nu ga ik lekker naar bed. Goedemorgen, het is zondagochtend. En ik ben al even wakker. Ik heb me net opgemaakt. En
Olivia is net wakker van haar ochtend slash middagslaapje. Die duurt tegenwoordig echt bijna 3 uur. En ik ben aan het kijken wat ik aan ga doen. Maar ik weet het niet. Ik heb nu echt een soort van leger outfit aan. Dit, met deze schoenen. Want we gaan naar de kinderboerderij. Misschien hou ik dit eigenlijk wel gewoon aan. Ja. Alleen welke jas? Het is 18 graden buiten. Misschien mijn Tommy-jas. Denimjasje, even kijken. Oké, wij hebben 180 kilometer gefietst. Sterker nog, Noordie was zelfs halverwege van oké, we moeten een auto kopen. Ja. I mean, we really don't need a car. Like, we really don't. En we zijn nu aangekomen op de geitenboerderij. Ik kan echt niks meer. Ik ben helemaal kapot. En Olly heeft er nieuwe Dr. Martens aan. Je gaat het echt geweldig vinden hier. Wat doet het varken? Dat is echt niet normaal. Dat is zo schattig. Ik kan niet meer. Wat mag ik mijn telefoon alsjeblieft? Hey Noor, ben je een beetje bang voor geitjes? Maar waarom ben je precies bang voor geitjes? Maar oh, dat is echt te schattig. Doei Noor. Blijf jij bij de geiten. Ik voel me eindelijk thuis. Nee, wacht even, nog één keer. Ik had gelijk. Oké, top. Dus mijn navigational skills zijn toch niet zo slecht als dat je dacht. Helaas. Was je in de keuken geweest, Olivia? Ja. Was het leuk? Laat nog eens zien wat er was. Eten. Can we show me one more time the kitchen for the vlog? Cool. Kom dan, ga dan. Ik wil even vragen van hem. Oké, cool. Oh, wauw. Dat ziet er echt mooi uit. Kom, kom. Kom, kom. Nee, jij hebt hem mee. Kom eens. Met de aerolinie van de Oké. Oh, wauw. Kom, we gaan die kamer even kijken. Wauw. Ja, tuurlijk. Oh, lekker. Heerlijk. Ja. Goedemorgen, het is maandagochtend en ik heb een baret op. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. En ik heb dit aan verder. En ik ga even een foto maken en dan naar kantoor. En ik heb afspraken vandaag en gewoon the usual lives. Hi San. Hey. Goedemorgen. Dus let's do this.
ik ben aangekomen bij The Office, maar ik wacht even op Kay, want we gaan meteen door. We gaan even wat foto's maken. En Kay heeft scooter, dus ik doe even mijn pet op. Want anders zit mijn haar niet meer. Dus ik wacht even op Kay. Dus dat betreft ben ik heel dankbaar dat ik er nog ben. En ik hoop dat er heel veel aan gedaan gaat worden. Hey guys, ik heb net een filmpje gekeken van de Hartstichting. Die gemaakt is door Life Hunters. Ik zal het linkje eventjes hieronder zetten. En ik wilde daar even de aandacht op vestigen. Omdat ik heel veel vrouwelijke volgers heb. En het heel belangrijk is om op de hoogte te zijn van sommige hartproblemen, helemaal bij vrouwen. Want dat wordt best wel weinig, tenminste daar wordt best wel weinig over gesproken nog. Bij vrouwen zijn hartproblemen heel erg anders dan bij mannen. En daar is bij heel veel mensen best wel weinig inzicht over. En er is door Life Hunters TV in samenwerking met de Hartstichting een filmpje gemaakt om vrouwen meer bewust te maken over hartproblemen bij vrouwen. Dus ik zou zeggen, het is belangrijk dat je even kijkt. Het linkje staat hieronder. Er zijn net zoveel pakketten, excuse the mess, afgeleverd op kantoor van Miss Sony en alles. Ga ik zo allemaal laten zien. Maar, ik heb een nieuwe broek van Fendi die ik hier niet goed kan laten zien. En ik vind hem echt de allercoolste broek die ik ooit gehad heb. Nee, dit is echt een fail, jongens. Ik moet rennen nu naar de volgende afspraak. Fietsen. Maar ik zie jullie zo. Ik ben op kantoor en ik heb lekker heel spullen binnen. En mijn nieuwe trui van Zara aangedaan. Wat ik net had laten zien. Die is echt super zacht. Want ik ben allergisch voor kriebeltruien, helaas. Maar alles dat jeukt kan ik niet aan. Ik vind bijvoorbeeld al die truien van Acne echt super mooi. Maar unfortunately I cannot wear it. Ja, dus ik ga nu even werken. Jongens, ik heb trouwens nog een leuke mededeling. Ik had het in de vorige vlog ook al gezegd. Maar volgende week dinsdag, volgens mij, ja, dat is 19 september. Kijk, jullie zien het op woensdag. Dus ga nu naar mijn Instagram. Daar staat de giveaway van Tommy Hilfiger. Ik doe een event in samenwerking met Tommy Hilfiger in de winkel in de PC Hoofdstraat. Want de Tommy Hilfiger modeshow is dan in Londen die dag. En ik mag 5 mensen met een plus 1. Dus je kan een vriend of vriendin meenemen. Uitnodigen in de winkel en dan gaan we met z'n allen tijdens dit event de modeshow kijken live van Tommy Hilfiger. En de Gigi Tommy collectie is dan ook meteen te koop, die daar ook geshowd wordt. En jullie krijgen uiteraard ook een goodie bag. Dus als je dat leuk lijkt, mij lijkt het in ieder geval super leuk. En als een van jullie van YouTube dit wint, zoals je haar mee wilt doen, lijkt me echt super leuk. Comment dan even op mijn Instagram foto waarin die tekst staat, dus die van Tommy Hilfiger. Dus mijn Instagram is @queenofjetlags, kijk daar eventjes en check het uit. En laat even een comment achter, dat zou ik super leuk vinden. Dus hopelijk zie ik een van jullie volgende week dinsdag in de Tommy winkel. Ik krijg net een pakketje binnen van bij Dani. Let's see what's in here. Dit is trouwens echt leuk papier wat Dani heeft. Lichtblauwe stelletjes. This I like. Oh, dit is heel mooi. Het is ook lekker zacht. Dit is leuk voor Fashion Week. Oh, een vinyl broek. Het is echt super zacht. Ook leuk bij deze trui trouwens. En dit is een mooi een jasje. Een zwart colbertje met een dingetje erop. En een tasje. Super leuk. Die broek vind ik echt heel leuk. En een kaartje. Leuk. Oké, guys. Ik moet ook gaan. Ik ga de vlog af. Ik ga de vlog afsluiten. Ik ga snel naar huis. Want it's time to go. Ik zie jullie zondag weer. Duimpje omhoog als je de vlog leuk vond. Heel erg bedankt voor het kijken. En ja. Doei.